En aan de overzijde zien we dat Boglarka Kappas de bloemen overhandigd krijgt voor deze swimcup. Door toernooidirecteur Paul van den Heuvel. Zij wint de swimcup 2015, de 1500 meter vrije slag. Op deze hele mooie eerste paasdag, de zondag van de swimcup 2015. 1500 meter vrije slagwinnares is daar gehuldigd. En zijn we begonnen aan de 400 meter vrije slag. De eerste serie op baan 0 voor de SG Pirates, Sebastian Ivanov. Baan 1, Nederlands recordhouder op deze afstand voor NPC Nederland, Thijs van Hofwegen. Op baan nummer 3, 2 is dat voor SG Pirates, Bastiaan Fontaine. Baan 3 voor WVZ, Norden Termoshuizen. Baan 4 voor HZNPC, Björn Piquet. Baan 5 voor NPC Nederland, Bas Takken. Baan 6 voor de Venen, Wessel Evelo. Baan 7 voor de SG Pirates, Hannes Schuurman. En op baan 8 voor NPC Nederland, Matthew De Wit. We gaan op naar het 300 meter keerpunt in deze 400 meter vrije slag. Aan de leiding in baan 5 Bas Takken. Hij keert in 3:20:16, 3:20:74 is daar voor Björn Piquet. Thijs van Hofwegen keert in 4:03:40 op de 300 meter keerpunt. Dat is zo rondom zijn Nederlandse recordtijd die hier gezwommen wordt in de categorie S7. Dat is ook, dat lijkt dan ook richting de kwalificatietijd wellicht te kunnen gaan. De Paralympische ploeg is zich aan het voorbereiden voor de kwalificaties van het WK in Kazan. Gisteren dus al 16 verschillende personen zich daarvoor gekwalificeerd. Daar waren een aantal zwemmers al gearriveerd. Bas Takken bijvoorbeeld, 4:26:57. Hij zwemt de snelste tijd. Zonderdeen schrijft hij tweede tijd voor Björn Piquet, 4:27:47. En de derde tijd voor Norden Termoshuizen, 4:34:03.
Die laatste meters voor Thijs van Hofwegen. Gaat hij hier dat Nederlands record zwemmen? Is eigenlijk een beetje de vraag op dit moment. Lukt hem dat? Laten we hem de laatste meters nog even aanmoedigen in baan nummer 1, dames en heren. Zwemmer in de categorie S7. En 5.24.96. 5.24.96 is een mooie tijd, want dat is voor Thijs van Hofwegen een nieuw Nederlands record. Mooie 400 meter hier. Matthew De Wit gaat nog arriveren in baan nummer 8. Heel terecht applaus voor Matthew De Wit. U ziet de officiële uitslag op het scorebord staan. Dit is de eerste serie. We gaan verder met serie nummer 2.